en welkom bij TCG & Toys. Ik heb voor jullie de Build Surprise, de paarse variant. We gaan deze openmaken. En we zijn heel benieuwd welke erin zit. Dit is dan de. Er zitten hier altijd tuinrups. Moet je altijd even doorknippen, anders ik kan hem niet openmaken. Het is vandaag de roze. Ho! Gaan we openmaken. Wow, moet je kijken. Mooie barren. En natuurlijk de vis surprise die hier zit. En nog een blind bag. En natuurlijk zit hier een directie in. En een hele mooie sticker. Wat wij gaan doen. Is we gaan deze vullen met water. Ik pak warm water en dan gaan we die vispomp gaan we alvast in het water vissen. En dan maken we de surprises open. We hebben gevuld met warm water, want warm water is sneller. Ik heb hieronder een handdoek gelegd, zodat het niet kan overstromen, zal ik maar zeggen. Leggen we even inhoud naar achter, want dan gaan we eerst de vispomp even openmaken. En dan kan die in het water. Wel mooie kleuren. Blauw en roze hier. Dat is plastic. Er zit hier nog een laag omheen. Zo. Interessant joh. Dan gaan we hem pas in het water douwen. Hij is niet zo heel vol, maar dat maakt hem niet uit. Die is een grote. Kan overstromen en daardoor heb ik even dit handdoek eronder. Wij hebben nog een paar blind bags. Allemaal beginnen met de roze. Hoor je het vissen? Hij gaat vanzelf omdraaien. Boom. En hierin hebben wij een topje. Je hoort het echt extreem vissen. En wat wij de volgende hebben. Het zijn allemaal leuke kleuren. Nog een topje. Ze kunnen verschillende soorten outfit aan. Wat wij hier hebben is. Oeh, zwarte schoentjes en daaltjes. Zie je? Die horen denk ik bij dat topje. En wat hierin zit is een broekje. Zo wordt hij. Een zwembroekje. Nog twee te gaan. Wat hierin zit is een. Oh, ja, die hoort hierbij. Het zwembroekje. En deze laatste zijn natuurlijk de schoentjes. En dat zijn roze schoentjes. Hij is al lekker aan het vissen. Wat we ook hadden is deze mooie blind bag. En daar zit in de bottle. Allemaal plastic. We gaan deze even naar ons toe schuiven. Hij begint wat lekker te vissen. Ik moet even omdraaien, denk ik.
Kijk, warm water helpt beter dan normaal water. Want dan is vis die extra goed, om maar zeggen. En je kan natuurlijk ook nog de stick op de bal doen. Little Precious and Precious. Zo gaan ze eten. Oh, ik had even op stop gezet, want het deed zo lang voordat hij eindelijk klaar was met vissen. En hier is hij al. Er zit nog wat aan de onderkant. Tussendoor heb ik ook nog wat ijswater gepakt. Je moet je hand proberen niet erin te houden, want ik kan echt heel erg verkleuren. Weet je wat we doen? We halen de dingen eruit. Erin zetten. De Blimex. Alles is nat. En laat hem nog even erin liggen, want dan kan hij even lasse dingetjes nog vissen. De 3 Blimex. Zo, en beginnen is met deze. Heb ik nog tanden. Wij hebben iets. Oeh, een outfit. Een mermaid outfit. Zie je? En deze is... This little sister, little precious. En dan hier de big sister natuurlijk. Ja, alles is nat wat hier. Dit is ze. Ik weet geen eens wat ze kan doen. Kleur veranderen. Oeh, weet je hoe mooi het is? Want ik heb hier een bakje met ijswater. Gaan we eerst kijken of de dress van kleur verandert. Dit is zwart en dit is een beetje roze en dit is een beetje paarsachtig. Nee, de dress kan niet van kleur veranderen. Little sister sowieso wel, dus die gaat er sowieso in. We hebben groen haar, een roze diaper en een roze paarsachtige speentje. Bam. Zo moet je kijken. Ze krijgen een heel blauw outfit. En de speentje wordt echt naar roze paars iets donkerder. Wow, helemaal blauw joh. En de achterkant een zonsopgang teken volgens mij. Ja. Te gek. En wat kan mama? Oeh, die kan iets heel bijzonders, denk ik. 3, 2, 1. Wauw, mooie kijken. Wauw, joh. De haar wordt gewoon blauw, hé. Ze krijgt een hele zwemoutfit aan. Zou ik het even zo doen? Kijk, een zwemoutfit. En dan hier krijgt ze ook nog een tattoo. Nou, het begint alweer luchtig te worden. Wow, joh. Je hebt mooie outfit aan. Je hebt natuurlijk ook verschillende outfits, maar ik doe gewoon deze aan die bij de hoort. Als ze me mee te maken. Ik moet wel de schoentjes aan, want ze moet wel schoentjes hebben. Zo. En dan doe ik zwarte schoentjes aan. De zwarte.
Oh, kan ze nog wat anders? Ik heb niet gecheckt, hè. Ik heb hier de bottle. Misschien kan ik het wel checken. Ze kan spugen. Ja, ze kan spugen. En het is een spugen. Nou, dit waren de twee. Dit heb ik al geopend. De mooie Pearl Surprise. De roze variant. Wil je niks missen? Abonneer op mijn kanaal, waar ik plaats elke dag een nieuw video update. En dan zien we de volgende keer met een nieuwe video en een nieuwe update. Tot dan. Bye bye. Doei.